De voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, Theo Jubitana, is niet meer. De voorzitter, die ook dorpshoofd was van het inheemse dorp Hollandse Kamp, heeft de strijd tegen het COVID-19-virus verloren. Dit bevestigt ondervoorzitter Jona Gunter tegenover onze redactie. De ondervoorzitter zegt dat het heengaan van Jubitana een groot verlies is voor de organisatie van de inheemse gemeenschap. Hij was sinds 2017 voorzitter van de VIDS. Het bericht van het overlijden van Jubitana kwam volgens hem als donderslag bij heldere hemel. De redactie verneemt dat de ondervoorzitter voorlopig leiding zal geven aan de organisatie totdat er een nieuw bestuur gekozen wordt. Jubitana is 56 jaar geworden en laat een vrouw en kinderen achter.